Voorzitter. Ik wil mevrouw Svensson bedanken voor haar inzet en haar werk. Wij als ALDE steunen dit compromis. Het heeft mij enorm bevreemd waarom het zo lang heeft geduurd voordat we met de Raad en met de Commissie dit compromis hebben bevochten. Want als parlementaire vertegenwoordiger hebben we heel veel werk moeten doen om dit compromis neer te kunnen leggen. Ik ben er uiteindelijk blij mee, want met name het feit dat wij een compatibel uitzonderingspositie hebben met de Verenigde Staten en met Australië. Dat betekent dat wij als westerse wereld, beschaafde wereld, een blok kunnen vormen tegen de ondiervriendelijke manier van behandelen van of de dieronvriendelijke manier van behandelen van bepaalde landen. Ik wil me aansluiten wat mevrouw Caroline Lucas zei. Wanneer komt het verbod op zeehondenbont? Maar ik wil daar verder in gaan, want ik denk namelijk dat er veel meer zaken zijn die wij als beschaafde wereld ons zouden moeten aantrekken als het gaat over dieren. Ik wil daar op dit moment niet inhoudelijk op ingaan, maar ik denk dat daar heel veel over te zeggen is. En ik denk dat de commissaris daar wellicht ideeën over heeft in toekomstige voorstellen. Het zal wel ten koste gaan, voorzitter, van een aantal uitspraken, spreekwoorden die we hebben. Zoals bijvoorbeeld de hond in de pot vinden, een Nederlands spreekwoord. En ook een Nederlands spreekwoord, de kat in de zak vinden. Als we dat bedenken, dan betekent dat dat wij huisdieren, die gaan ons aan en die willen we graag beschermen. En het kan niet zo zijn dat onze kinderen worden geconfronteerd met delen van hun huisdieren in hun speelgoed of ga zo maar door. Aan de andere kant, voorzitter, wil ik toch ook nog een, en wij steunen dus het hele compromisvoorstel. Dat betekent zonder meer dat wij als ALDE daar geen problemen hebben. Ik wil wel, en dat is heel kort, ik wil toch wel de andere kant van de medaille ook een beetje belichten. In China vindt men regelmatig de hond in de pot. En dat betekent, die eet men daar. Dan is het bont een restproduct voor hen, economische waarde. En dat betekent door deze ban, dit verbod, dat voor hen die economische waarde zal verminderen voor de huid. Als ik verder redeneer, dat betekent het dat wij regelmatig varkensvlees en rundvlees eten. En dat zou dus feitelijk betekenen dat wij ook huiden van rundvlees en varkens, van varkens niet meer zouden mogen gebruiken. En wellicht is dat een reden om hierover na te denken en te zien wat we daar in de toekomst mee gaan doen. Ik dank u vriendelijk. Dank u.